Ja, de beken die ontspringen allemaal in de buurt van het van Staverde, Uddel. En vroeger als men zich liet begraven, dan nam men spullen mee. Bijvoorbeeld bekers mee en graan. En dat soort dingen, dat zijn hier ook in teruggevonden. Alleen er wordt maar heel weinig in teruggevonden. Want in zand kun je niet, blijft het niet zo lang bewaard. Ziet u al die kleine heuveltjes, hè? Dat is duidelijk stuifzand. Ja, er zijn ook hele dorpen ondergebaard. En het kwam eigenlijk door de schaapherders, want die hadden natuurlijk de heide nodig voor in hun schaapskooi te gooien, als strooisel. Zo, we gaan naar de koffie. Je kan heel lang leven en blijft ook gezond. Als je mij op de koffie komt. Koffie, koffie, een lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens daarvan op? Mijn mama had voor een bakkie troost al zijn vrienden meegenomen. Op een uur dat een fatsoenlijke mens allang in zijn bed ligt te dromen. Ik hoor nu
Zit u het bruggetje daar? Daar gaat het Apeldoornskanaal overheen. Het is jammer die genoeg niet meer bevaarbaar. Omdat de bruggetjes niet hoog genoeg zijn. Kijk u zo had hem. Oh ja, bekend als de lichtmis hier natuurlijk, het Chauffeurscafé. Tegenwoordig eigenlijk meer bekend door de Watertoren. Omgebouwd tot hotel, restaurants. Hier een van de kerken, er zijn er wel een stuk of, ik denk altijd al zo'n 12 geloofsgemeenschappen. Dit is de oude situatie, het oude sluisje, maar dat wordt tegenwoordig niet meer gebruikt. Ja, waterrijk gebied, hè. We gaan niet in de kano. Beulakkerwieden en de Belterwieden. Hier zitten we op de Belterwieden, zowel links van ons als rechts. De bekende plaats is natuurlijk Belt-Schutsloot. En niet te vergeten Sint-Jansklooster.
gehad, hè? Hartstikke idee. Gaat het? We zijn toch al. Ja. Waarom ben je nou zo slecht weer besteld? Ja. Als we nog meer. Oh, Waar? Ik ga gelijk.
En zo gauw. Ja, is het Ik heb een keer gehad met een voetbal gekeken, het was 25 graden buiten. Ik had een raampje op, dus een grote soepsel bij. Voor auto's, hier links hebben we dan een van die laatste parkeerplaatsen. En van hieruit gaan de mensen dan te voet over de bruggetjes naar een woning. Vaak hebben ze hier een karretje of een kruiwagen staan om als ze boodschappen gedaan om hun spulletjes naar huis te brengen. En ook de vuilnisbank komt nog één keer in de week met zijn boter op de grachten. Voor arme mensen, als ze geen geld hadden voor een volle dak of een echt dak, dan hadden ze dit niet gratis aan de oevers van de sloot en de meren vandaan. Tegenwoordig is het wat duurder, want er zitten al veel manuren in om zo'n dak te maken. En het heeft ook niet zo lange levensduur, hè? 30, 35 jaar en is vaak zo'n dak alweer helemaal open en dan moet het weer benieuwd worden. Maar het heeft wel voordeel dat het goed geïsoleerd is, lekker koel in die huizen. Een klein nadeel is dat de brandverzekering iets meer vraagt. En zo hielden ze dan hun beugeltjes op droog als ze weer zo overstroomden. Tegenwoordig wordt allemaal gereguleerd, de waterstand. Bij veel neerslag dan pompen ze in Friesland. Daar zijn ze eergisteren al mee begonnen, want ze voelen dat het, de waterstand laag is. Dus er water in. Voor ons heel belangrijk, te lage waterstand liggen met de bodem op de bodem. Ja, hier aan de linkerkant, die telde. Hier hebben we dan 5 kinderen. U kunt ook bij het voorbijvaren zien dat de voordeur voorbij dat niet te open is. Dit is de zogenaamde dode deur, of ook wel een rauwe trouwdeur genoemd. Kijk, als je aan de andere kant de ramen direct open. En dan hebben we het volgende aan de linkerkant. Is het wereldberoemde café Van Varen. Heel bekend van de film Van Varen van Bert Haanstra. Die is hier 61 jaar terug hier opgenomen. In 1958 elkaar en dat speelde zich hier af en in Giethoorn en op het meer. Dat is ook een beetje het begin geweest van het toerisme. Maar toen de mensen de film in de bioscoop gezien hadden, wilden ze ook Giethoorn wel zitten echt bekijken. Zo kwamen de eerste en in de jaren van meer. 15 jaar terug hadden we al 450.000 bezoekers per jaar en tegenwoordig gaan we richting 1 miljoen. Waarvan 40% uit Azië komt. Nou, vroeger als kinderen wilden zwemmen, moesten ze altijd van een bootje.
geweest met man. En de dames zijn een eilandje gemaakt en op de stad. Gaan een motortje zijn van de boom. It's one way. It's one way. You have to go that way. Ja, ja. Ja. Dankjewel. Mijn man kan alleen naar de camera zwaaien als hij zegt, man, je hoeft niet. Het is nu een trouwlocatie. Als u de voordeur naar binnen gaat, naar rechts, dan kunt u dan trouwen. Gaat u de voordeur naar binnen, naar links, dan kunt u zich weer laten scheiden. Dan wens ik verder nog een hele prettige dag. Zodat u vanavond weer goed thuis komt en dan mis u tot ziens hier in Giethoorn. En bedankt voor uw bezoek. Ja. Nee, ik kan niet weg. Dat zien we de volgende keer wel weer. Nee. Ja? Ga niet nog zien. Ik ga niet hier. 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 Ben je overheen? Ja, je komt wel overheen. Ik rook 55 jaar.
De hele kudde weer compleet, we blijven zitten. Ja, ik zie het. We blijven genieten. Je er ook mee. Ik zal er wel in staan. Heb je vanmorgen meegenomen? Instappen. Ja, dat kan niet verder. Ik moet even wachten. Wij zijn eens gaan informeren naar een busonderneming en wij zochten een man die heel veel van de Veluwe weet en ons ook veel kan vertellen. Nou, ik denk zeker dat dat gelukt is. Een groot applaus voor deze buschauffeur. Ik heb ook vernomen, hij is aan het sparen voor een kinderwagen. Daar hebben wij een kleine bijdrage voor hem, dus de helft hebben we in ieder geval bij elkaar. We gaan zo meteen naar de Zeevakkers en dan gaan we even in de recreatiezone nog een bakje koffie doen. Namens de bewoners van de Zeevakkers, alsjeblieft. Dank u wel.